Verdrag getekend tegen criminaliteit in Zeeuwse havens. Het is woensdag 17 februari. Dit is Zeeland Nu. Speciale officier van justitie voor drugsmokkel. Seksfilmpjes plaatsen is kinderporno. En emotioneel einde van meisjeskoor. Dag dames en heren, er komt een speciale officier van justitie om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken in de Zeeuwse havens. Dat staat in het akkoord dat politie, douane, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee vanmiddag hebben getekend in Vlissingen-Oost. Ook minister Art van der Steur tekende, want hij was vandaag op werkbezoek in Zeeland. Die speciale officier van justitie wordt helemaal vrijgemaakt voor de drugsproblematiek en eventuele mensensmokkel in Zeeland in het algemeen en de Zeeuwse havens in het bijzonder. Ik denk dat het een belangrijke ontwikkeling is die ook door het Openbaar Ministerie van harte wordt ondersteund. Omdat zij het van groot belang vinden dat er één iemand is die de kennis en de kunde heeft om effectief leiding te geven aan strafrechtelijke onderzoeken binnen de Zeeuwse havens. Dat Zeeland wordt gebruikt als plek om veel drugs aan land te zetten, werd de laatste paar weken weer volop duidelijk. Half januari spoelde er op het strand van Cadzand-Bad een bootje aan met honderden kilo's cocaïne met een straatwaarde van miljoenen euro's. En twee weken later spoelde er honderden kilo's coke aan op de zeedijk van Westkapelle. Ook worden vaak drugs gevonden in ladingen fruit uit Midden- en Zuid-Amerika. Een paar dagen geleden maakte bananengigant Chiquita bekend voortaan alle bananen voor Europa in te voeren in Vlissingen-Oost. 400.000 ton per jaar, afkomstig uit Colombia. Het zal ook betekenen dat er banen zijn voor heel veel mensen hier in Zeeland. Dus ik denk dat dat sowieso het goede nieuws is. Maar het betekent tegelijkertijd ook dat je natuurlijk als overheid moet opletten. Wat komt er nog meer mee met die bananen? Dat kan natuurlijk ook een weg zijn om drugs in Nederland binnen te smokkelen. Nou, daar zijn we zeer alert op en daar gaat deze samenwerkingsovereenkomst bij helpen om dat ook effectief aan te pakken. We gaan naar verslaggever Koen van Dijen die de minister de hele dag volgde. Koen, ja, die speciale officier van justitie, blijkbaar neemt de minister het probleem serieus. Ja, en dat komt omdat de burgemeesters van de vier grotere gemeenten in Zeeland, die hebben aan de bel getrokken. René Verhulst van Goes, maar ook Letty Demmers van Vlissingen, Harald Bergman van Middelburg, Jan Lonink van Terneuzen. Zij vinden dat de problematiek in de Zeeuwse havens de spuigaten uitloopt. En Bergman en Verhulst met name, die wijten dat aan het teruglopen van de rijksdiensten in Zeeland. Er zijn steeds meer diensten vertrokken vanuit Zeeland naar de Randstad met name. En dat betekent volgens hun dat criminelen minder kans hebben dat ze gecontroleerd worden, minder kans dat ze gepakt worden. En ja, rijksdiensten eruit, criminelen erin, zeggen ze. En dat is wat zij de minister verwijten. Die trend, dat proces, moet nu worden teruggedraaid. Koen, jij staat op het Tolplein, hè? Daar was minister van der Steur ook. Wat gebeurde daar? Nou, wat de vier partijen met elkaar hebben afgesproken, het ondertekenen van dat akkoord, die overeenkomst, dat hebben ze eigenlijk meteen hier op het Tolplein in praktijk gebracht. Douane, Belastingdienst, OM, politie, ze staken allemaal de koppen bij elkaar en ze gingen samen dus hier een grote controle uitvoeren. En sommige mensen die aan de kant werden gezet, ja, die hadden daar, ja, die vonden dat maar niks, die waren daar verontwaardigd over. Maar anderen hadden wel meer begrip. Zelfs een mobiel laboratorium van de douane stond opgesteld op het Tolplein. Hier kunnen bijvoorbeeld drugs worden geanalyseerd. Tientallen automobilisten moesten hun papieren laten zien en er werd een kijkje genomen bij de lading. Veel dingen spelen, hè, van hennepkwekerijen, drugslaboratoriums enzovoort. Ja, die mensen zitten ook op de weg natuurlijk. En als ze dan op een gegeven moment iemand kunnen pakken, dan is dat alleen maar goed. Nee, die vind ik heel ver gaan. Ja, nee. Ik ben gewoon een Nederlandse burger. Ik bedoel, als ik denk dat hun dit daarvoor doen, dat is grote onzin. Op die manier moeten de vier verschillende diensten leren om efficiënter en beter met elkaar samen te werken. De minister was tevreden. Ten eerste wordt er goed gekeken naar die aspecten die van belang zijn. Mensen waarvan je zegt, daar kan iets mis mee zijn, daar moeten we even goed naar kijken. En volgens mij gebeurt dat heel zorgvuldig. Maar Koen, komen er nou nog meer van dit soort controles? Ja, de minister zegt, criminelen moeten weten dat ze de kans hebben dat ze gepakt worden. Er komen dus meer controles, maar wanneer dat gebeurt en in welke frequentie, dat blijft een verrassing. Koen, dankjewel. Jongeren die elkaars naaktfoto's en seksfilmpjes op internet zetten, maken zich schuldig aan het verspreiden van kinderporno.
Volgens de drie Walgense gemeenten die vinden dat veel jongeren dat denken dan dat dit soort dingen grappig zijn, maar ze realiseren het niet dat het strafbaar is. Ja, dat is verspreiden van kinderporno. En alles wat je doet aan seksuele handelingen met een minderjarig meisje of jongetje, dat maakt niet zo heel veel uit, dat is überhaupt strafbaar. Als het gaat om het verspreiden van foto's van jonge meisjes, bijvoorbeeld, en dan niet gewone foto's, maar naaktfoto's, die meisjes overigens vaak zelf wel nemen, of op verzoek of onder dwang of anderszins, dat maakt niet zoveel uit. Het verspreiden van die foto's, dat is sowieso strafbaar. Door de campagne moeten kwetsbare jongeren ook hun eigen seksuele grenzen beter gaan aangeven. Maar wie foto's en filmpjes op internet zet, kan dus met de politie te maken krijgen. Jongeren wordt aangeraden naar de politie of naar vertrouwenspersonen te stappen als ze naaktfoto's en seksfilmpjes van zichzelf of andere jongeren op internet zien. De gemeente Middelburg onderzoekt of het kan verhuizen van het stadskantoor aan de Kanaalweg naar het naastgelegen pand van het waterschap Scheldestromen. Wanneer de twee instanties het gebouw delen, kan het huidige stadskantoor verkocht of verhuurd worden. En ook wordt gekeken of beide instanties samen naar een ander pand kunnen. Dan komen beide panden, die in 2004 aan de Kanaalweg gebouwd zijn, vrij voor verkoop. Bij zowel de gemeente Middelburg als het waterschap is het personeelsbestand de afgelopen jaren teruggelopen. Het nieuw geopende gemaal in Schoren moet een einde maken aan wateroverlast in de omgeving. Dit nieuwe gemaal kan 70.000 liter water per minuut afvoeren naar de Westerschelde als er in de polders te veel water staat. Dit zijn de motoren van de pompen van het gemaal. Twee motoren die zorgen voor het wegpompen van het gemaal van het water uit het binnengebied. En een totale capaciteit van ongeveer 70 kuub per minuut. Dus dat zijn bijna drie grote vrachtwagens per minuut dat we aan water weg kunnen pompen. Op dorp Schoren, daar stond in 98 enkele straten onder water. Een boomhaard stond er onder water, daar kon je bij een boot doorvaren. En dat is een bewijs dat water hier niet goed wegkomt. En vandaar vond ik het van groot belang dat er hier weer een nieuw gemaal gerealiseerd zou worden. Het nieuwe gemaal heeft ook een vispassage, zodat vissen ongeschonden van de Westerschelde naar de polders kunnen zwemmen en omgekeerd. Het mysterieuze geluid dat al een tijd in Oost-Soeburg te horen is, zorgt voor veel speculaties over de oorzaak. Het is een vrij hoge toon en dan gaat hij nog iets hoger en dan weer lager. En het gaat eigenlijk op en neer zo. Dat lijkt wel op het geluid van de Close Encounters in de Third Kind. Het is een raar geluid en je weet niet waar het vandaan komt. Reacties op de Facebookpagina van Omroep Zeeland leveren een aantal suggesties op. Het zou een graafmachine kunnen zijn, het windorgel in Vlissingen of een kapotte cv-ketel. De gemeente Vlissingen stuurde handhavers langs om polshoogte te nemen, maar ook die hebben geen idee waar de drie tonen vandaan komen. Wel raden ze bewoners aan hun cv-ketel te checken in de hoop daarmee een einde te maken aan de geluidsoverlast. Nou zitten hier ramen en deuren nog dicht. Maar als je dadelijk in je tuin zit en zo, dan is het rotgeluid. En de hond, reageert hij er ook op? Nee, die is doof. Een einde van een tijdperk in Vogelwaarde. 37 jaar lang galmden er liedjes uit kinderkieltjes onder leiding van Jos en Yvonne Neven. Maar de koek is op en het oudste kinderkoor van Zeeuws-Vlaanderen, de Babbeliekes, is na 20 februari voorgoed uitgezongen. Wat voor gevoel overheerst er nou bij jullie? Ik denk dat is lastig, denk ik. Opluchting, verdriet? Beide. Ja. Beide. ...37 jaar lang waren de Babbeliekes een vaste waarde in het leven van Jos en Yvonne Neven. Geoefend werd er in de huiskamer of in een zaaltje in Vogelwaarde, zoals hier in 2006. Altijd met volle overgave. Maar genoeg is genoeg. Jos en Yvonne willen wat meer tijd voor zichzelf en het runnen van een kinderkoor past daar niet bij.
Het besluit om te stoppen werd bespoedigd doordat het bisdom Breda het koor vorig jaar ineens verbood om hun liedjes in de kerk te zingen, omdat het repertoire niet geschikt zou zijn. Ik denk dat dat de druppel was. Want ik weet van mezelf dat ik heel veel tijd en heel veel goed bezig ben geweest om goede teksten te zoeken voor jong, voor oud, voor ons allemaal. En dat je dan op dat moment te horen krijgt dat dat niet meer kan in een dienst. Ja, dat viel me heel veel tegen. Ja. De Babbeliekes traden op en werkten mee aan videoclips. Het nieuws dat het zou gaan ophouden sloeg bij de dames in als een bom. We waren eigenlijk al allemaal in shock dat het wel weer zou stoppen. Er is nog heel veel gepraat en gehuild is er. En we hebben ook gewoon mooie momenten nabesproken. En proberen het beste ervan te maken dat je de tijd die je nog hebt. Want het lijkt onmogelijk om de Babbeliekes voor te laten bestaan zoals het altijd geweest is. Een andere Jos en Yvonne zijn gewoonweg niet te vinden, volgens de Babbeliekes zelf. Jos en Yvonne zijn gewoon onvervangbaar. En niemand kan het zo goed als hun het kunnen. En daarmee lijkt het erop dat Oost-Zeeuws-Vlaanderen het voortaan zal moeten doen zonder de Babbeliekes. En rest er niets anders dan terugkijken. We hebben heel veel mooie momenten beleefd. Prachtige tijd. Vliegveld Midden-Zeeland wil zich nog meer gaan richten op recreatieve vluchten en minder op zakelijk verkeer. In april opent een nieuw restaurant naast het veld en ook hoopt het vliegveld eindelijk de verharde baan aan te kunnen leggen. Dit kan dus echt niet meer. En dit eigenlijk ook niet. En daarom gaat het vliegveld op de schop. Er is een gloednieuw restaurant in aanbouw. Met een glazen wand, zodat je de vliegtuigen goed kunt zien. Kosten 3,5 ton. Nou, we zijn volop bezig om de huidige faciliteiten aan te passen naar de nieuwe norm voor de komende jaren. En daar was het restaurant echt heel hard voor nodig. Het aantal vliegbewegingen op Midden-Zeeland is vorig jaar voorzichtig gestegen. In 2014 waren er 20.500 vluchtbewegingen. In 2015 21.000. Een bescheiden toename van 2,4%. De omzet zelf die stijgt niet hard, maar dat gaat natuurlijk maar met hele kleine stapjes. En we proberen wel een klein beetje meer te verdienen en dat lukt wel. Jarenlang ging het slecht, maar het vliegveld lijkt dus langzaam op te krabbelen uit de dal. De focus komt nu te liggen op recreatieve vluchten. Een paar jaar geleden werd nog gelonkt naar het zakelijke vliegverkeer, maar daarvoor is het vliegveld toch minder geschikt. We hebben hier te maken met een vliegveld die wat opereert in de daglichtperiode. Nou, in de winter kan die zakenman pas om 9 uur weg en dan moet hij om 5 uur, zelfs half 5, al binnen zijn. Nou ja, dat zijn niet meer de werkdagen van tegenwoordig. Ook de naam van het vliegveld, officieel Zeeland Airport, wordt weer gewoon Vliegveld Midden-Zeeland. Iedereen weet waar Vliegveld Midden-Zeeland ligt. En als je het hebt over Zeeland Airport, dan zien ze gelijk wel in de Jumbo om de hoek komen. Nou ja, die hebben we niet, dus daar hou op. Ja, verslaggever Marcel de Kranen. Ja, stijgende cijfers, het gaat weer goed hè, met het Vliegveld Midden-Zeeland. Ja, al moet je wel voorzichtig optimistisch zijn, want vorig jaar waren er dus 21.000 vliegbewegingen. Dat zijn zeg maar landingen en opstijgingen van vliegtuigen. Maar in 1998 zat je nog op de 34.000. Dus dat is toch beduidend meer dan vorig jaar. Maar als we dan nu even kijken naar die stijging, dan is dat voornamelijk door die recreatieve vluchten. Ja, dat zijn recreatieve vluchten. Moet je denken aan rondvluchten of lesvluchten. En daar wil men dus ook meer op gaan inzetten de komende tijd op Midden-Zeeland. En dat is bijvoorbeeld ook de reden dat er zo'n glazen restaurant wordt gebouwd waar je de vliegtuigen dus kunt zien. Maar we zagen het al even in het filmpje. Het is toch eigenlijk wel opmerkelijk dat die zakelijke vluchten, ja, dat eigenlijk niet meer zo genoemd wordt, hè? Nou, 2 jaar geleden was ik ook op het vliegveld en toen zat men nog helemaal van ja, we willen graag zakenmensen van Zeeland naar Londen gaan vervoeren. Maar de eisen voor die vliegvelden zijn gewoon heel streng. Je kunt bijvoorbeeld bij donker mag je daar al niet meer vliegen. En wat zie je dan? Dat zakenmensen toch uitwijken naar Rotterdam, naar Antwerpen, naar Seppen eventueel. En ja, het stijgt wel iets op Midden-Zeeland, maar niet genoeg om daar echt veel aan te gaan verdienen. Marcel, laten we even kijken hoe het ooit begon.
Op 13 juni 1970 opende de Zeeuwse commissaris van de Koningin Jan van Aartsen, hier rechts in beeld, vliegveld Midden-Zeeland. De nog jonge meester Pieter van Vollenhoven, links, was hierbij aanwezig. Midden-Zeeland was jarenlang een trekpleister voor dagjesmensen, zoals te zien is op deze amateurfilmbeelden uit de begintijd. Plannen om een verharde baan aan te leggen waren er jaren, maar het vliegveld is wat dat betreft nog hetzelfde als 45 jaar geleden. Eén groot grasveld. Ja, Marcel, die verharding van die baan, hoe staat het daarmee? Nou, de procedures zijn afgerond, dus men zou kunnen beginnen. Vorig jaar heeft de provincie de vergunning verleend aan het vliegveld. Daar is ook weer bezwaar tegen gemaakt bij een procedure in de Raad van State. Ook die is gewonnen door het vliegveld. Dus je zou zeggen, kom op, begin nou, maar dat is toch moeilijk. Ja, wat gaat er dan nu gebeuren? Nou, nu is het zo dat men gaat bekijken wat voor soort baan er moet komen. Moet dat een verharde baan worden, echt een asfaltbaan, die kost 1 miljoen. Of toch een doorlatende baan. En ja, het vliegveld wil toch ook graag wel de omwonenden te vriend houden. Wel, natuurlijk. En nou ja, eigenlijk, het klinkt een beetje sceptisch, maar ik geloof het pas als die er echt is, die verharde baan. We zullen het zien, Marcel. Dankjewel. De dag begon met lichte vorst, zoals hier bij de stadswallen in Veren. Voor de rest was het een zonnige winterdag, al werd het niet warmer dan 4 graden. En ook vannacht vorst. Morgen is het een bewolkte dag met in de loop van de dag zelfs sneeuw. Vrijdag gaat gelukkig de zon weer schijnen en dit weekend stijgen ook de temperaturen weer. En tot zover deze Zeeland nu van woensdag 17 februari. Straks het uitgebreide weerbericht, maar nu eerst de Zeeuwse top 40. Nog een fijne woensdagavond.